Stanek Bergtijdren is een van die hoogtepunten van die jaar voor die deelnemers aan die Suid-Afrikaanse tijdren kampioenskapsreeks. Die bergtijdren wordt in die omgeving van Aliwal Noord, Bakli Oos, Lady Grey en Elliot op van die beste tijdrenpaaie in die land beslis. Sneltrajecten worden op openbare paaie gehou en dit stel die deelnemers in staat om baie vinnig te rij, maar die geringste fout kan maak dat hulle teen een steil berggang afrol. Die bergtijdren is altijd een beproeving voor die dienspanne, maar van jaar is het nog erger, want sneltrajecten in die donker is die eerste keer ingesluit. Dan is daar die winterkoue. Bij die petrolhalte vroegochtend op Elliot moet die hardwerkende dienspanne ook nog die koue bij die vriespunt trotseer. In partijgevallen moest drastische dingen gedoen worden om die windskerm skoon te maak. Ek het dit baie geniet omdat het een nachttijdrein was en ek weet van die andere mannen wat al bietjie ouerag is, hulle hou nie baie van die nachttijdrein en nie, seker maar moet hulle nie so goed kan sien nie. Ons het natuurlijk een nieuwe sneldeel gehad, die eerste sneldeel. Ek het bietjie redelijk vannacht daar so begin en ons het gekyk wat kan ons met die 4 uur aangedreven voertuigen maak daar so basis ons daar uitgekom en ons het vinnigste tyd opgestel hoewel Sarel probleme toe gehad het en ook in haar stadium toe uitgeval het. Ons het toe oorgeskuif na waar ons baie lang sneldeel in New England gehad het. Ons gedink die 4 uur aangedreven voertuigen gaan een groot voordeel daarop ons hee en ons het die kraan maar groot opgehou. En op die einde van die sneldeel was ons redelijk verbaasd geweest toen ons dieselfde tijd als Jeff met die 4-wiel aangedreven quattro gedoen het. Jeff Mortimer en Spotty Woodhead, wat uiteindelijk in hulle Audi quattro gewen het, is bij die petrolhalte op Elliot een minuut achter Hannes Grobler en Piet Swanepoel in die Nissan Skyline. Het was na 4 van die 11 geplande sneltrajecten in die tijdrein. Die grootste teleurstelling voor die geestdriftige tijdreinvolgelingen is dat die nieuwe kort quattro van de heersende kampioenspan Sarel van der Merwe en Frans Boshoff uitgezakt het. Hulle was net een sneltraject in die tijdrein voordat een geblaaste engine pakstuk hulle uitgeknikker het. Maar voor die deelnemers wat nog in die tijdrein is, leidt daar een nachtmerrie van bergpassen voor wat talle navigators bleek om die kiewe maak. Op partijplekken moet ik zeggen, ik was baie bang geweest. Mensen so kijken naar die draaien en die verschrikkelijke spoed. Weet mensen niet hoe komen mensen om die draaien, maar op een of andere manier krijgen ze het recht. En dat beïndruk mij nog steeds na 17 jaar. Joubert Pas, 46 kilometer van moordende bergpaaien en een nachtmerrie voor tijdrein navigators. Die voorste motors leidt die afstand in zowat 27 minuten af en dan laten hulle met mening waai. Met Van der Merwe in die pad ontwikkel die bergtijdrein in een tweestrijd tussen die 50-jarige Mortimer en Grobler. In daglig is Mortimer in zijn element en die 4-wiel aangedreven quattro blink uit in die toestanden. Mortimer raal geleidelijk in op Grobler, wat aan die einde van Joubert pas net 9 secondes voor is. Die tijdrein was nog ver van beslis en alles hang af van die sneltraject op Aliwal Noord en die twee laatste sneltrajecten in Bloemfontein. Daar is geen tekort aan goede plekken voor die toeschouwers om die tijdreinmotors vandaan te zien. Maar die deelnemers het geen tijd om van die mooiste natuurskoon ter wereld te bewonderen. Het is voor hulle belangrijker om te zorgen dat hulle net op die pad blijft. Grobler en Swanepoel en die motor met nummer 2 op die deur doen alles wat hulle kan om Mortimer en Woodhead achter hulle te hou. Grobler leidt zo goed hij kan, maar die 4-wielaandrijving van die quattro maakt een geweldige groot verschil. En die tijdrein houdt te lang aan voor hom en Swanepoel. Nick de Waal en Maarten Botha in die Volkswagen City Golf rij weer baie goed. En in die sneltraject op Aliwal haal Mortimer en Woodhead nog 4 waardevolle secondes in op Grobler en Swanepoel. Cassie Coetzee en Wiley Harrington in motor nummer 5, nog een Nissan Skyline, is aan die einde van die tijdren in een veilige derde plek en neem die voortouw in die nationale tijdrenkampioenskap. Die golfs van Johan Evertse en Steve Harding en De Waal en Botha klou vast aan die 4de en 5de plekke. Albei spanne rij op hulle beste en vertoon imponerend. Die opvallende Toyota Corolla van die sprongbokke Eric Saunders en Richard Leek is tevreden met die 6de plek
En die twee waag geen kansen om vinniger te rijden en het dan niet te maken. Het is natuurlijk een beetje snaakse ding in tijdrennen, dat hulle die karre toelaat om op sleepwaans opgesleept te worden naar Bloemfontein. Maar als een mens het van borse oogpunt af vat, dan moet hulle zeker zoiets organiseren, want in Bloemfontein is daar baie meer mense en so aan. Je probeert die mense betrokken krijgen bij motorsport en so aan. En ik denk dat is zeker een redelijke goede ding, hoewel het een baie groot oopseksie maak van alle wal af hiernaartoe. En ons ouwens wat so die nacht trek, so aan is baie moeg as ons in alle walle aankom en dan wil ons net slaap al die pad as ons hiernaartoe kom. So toe moes ons eers omtrent so 'n uur of so vat om weer wakker te word hierso. Maar ek dink dit was baie goed geweest. Voor die laatste twee dramatische sneltrajecten in Bloemfontein leidt daar een lang open afdeling voor van Alleewal Noord af tot in die Vrystaatse hoofdstad. Maar dat is alles die moeite waard voor die groot getalle toeskouwers wat bij die oude Brandkopse renbaan en die Bloemfonteinse skouterrein opdaag. En voor Mortimer en Grobler is daar een tijdrein om te winnen of te verloor. Die tijdrenners en hul navigators onderzoek die traject voordat die laatste sneltraject van die bergtijdrein begin. En Grobler is nu 22 secondes achter Mortimer. Het is nu een kwestie van die laatste noodzakelijke secondes waar die verschil tussen win of verloor kan betekenen. Aan die Stennik bergtijdrein staan bekend als een baie vinnige tijdrein hier bij Bloemfontein, Alleewal Noordse omgeving. Ons het redelijk goed begin en net Hannes het een baie goeie tijd opgezet samen met Jeff na Sarel uit is. En op zekere toekomst voel ons kan nie saam met Hannes rij nie, mits ons bereid is om misschien van die pad af te gaan. En toe het ons besluit om stadig te rij, so vinnig denkbaar as moontlik. En dit is op die einde nog een derde plek gegee. En dit plaas ons nou weer voor die kampioenskappe. Hoewel Hannes en Sarel al reeds een tijdrein afgeskuif het, ons nog nie een uitgesluit nie. En so die volgende tijdrein sal ons die kraan recht van die begraaf moet opdraai om ons voorstand te bou in die SA kampioenskappe. Die tijdrein loopt schouwspelachtig in die laatste sneltraject ten einde. Mortimer en Woodhead is glad niet van plan om hulle voorsprong op Grobler en Swanepoel weg te gooien. En hulle het alles uitgehaald voor een geestdriftige skare toeskouwers. Met zijn oorwinning in die Stennik bergtijdrein heeft Mortimer ook een beetje geschiedenis gemaakt. Hij is die oudste tijdrenner wat nog een kampioenskapstijdrein in Zuid-Afrika gewen het. Mortimer en Woodhead sluit die tijdrein met zo'n beetje opwinding af. Maar met de oorwinning op die kerfstok kan een beetje uitbundigheid verskoon worden, zelfs al heb je al 50 zomers achter je rug. Grobler en Swanepoel eindig ook skouspelachtig. Hulle kon niet die tijd opmaken wat hulle nodig gehad het om Mortimer en Woodhead te klop nie, maar hulle het die toeskouwers goede, levendige opwinding verskaf. Die tijdrenners ook daarvoor gezorgd dat die hitschorjaars lelijk op hun neus kyk. Mortimer en Woodhead se vinnige rondetijd op die grondpad van die ovaalbaan is een stuk of 4 secondes vinniger als die hitschor record. Ander deelnemers laat ook nie op hulle wag nie en hulle geniet het gaten uit op die ovaalbaan. Die achterkante van die motor swaai uit en die geestdriftige toeskouwers geniet het terdee. Koos Roos en Dave McGregor, wat hulle Nissan Skyline vroeger in die tijdrein omgegooi het, het deurgedruk en uiteindelijk in een lofwaardige 8e plek geëindig, in een motor heeltemal sonder varslugprobleme. Matt Martin van Zimmeren en Elwin Hoft, die geweeste motorfietsjaar, is 11e in hulle snaakse Nissan Langley. Maar die hardste tijd van die hele tijdrein was die een tussen die Toyota van Rein Peters en die Nissan van Bossie Bosman in klas F. Aan die einde van die tijdrein is daar net 3 secondes tussen hulle. Boetje, ons het 12 uur die nacht weggesprong in Alleewal Noord, waar ek dadelijk besef dat ek moet groot voorsprong opbouw. Nadat het begin lig raak het, het ek ongeveer een minuut voorsprong gehad. En ek het gedink dit is genoeg. En begin stadig rij natuurlijk in die bergpasse, waar Bosman natuurlijk toe by die 40 secondes van my afgehaal het. En tot my ontsteltenis het ek uitgevind dat by Brandkop die tweede laatste stage was hy 5 secondes voor my. Wat natuurlijk die prinkie vir my heeltemal anderster gemaakt het.
En ik heb besef dat die laatste stage moest ik alles uithaal. Wat ik toen gelukkig 3 seconden bij Gossie kon afvallen. En zo doen we om 3 seconden op die tijd erin winnen. Die nachtsectie, toen die nachtsectie begon het in Aliwal, ik was baie voorzichtig, want ik was al een paar keer in Aliwal Noord van tevoren. Dit is ontzettende hoë berge en bergpassen. Ik heb die nacht rustig gerij met die doel om een skoon netjiese rally te rij. En toen het lig word, het ek besef, kijk, als ik iets wil doen, moet ik het in die dag doen. En Joubertpas was mijn hoogtepunt. Ik heb baie goede tijd opgezet op Joubertpas om Rijn in te halen en voorbij te gaan. En hy het die laatste 3 sneltrajecten het hy bij mij gewen. Die laatste eend was die laatste sneltraject begin. Was ons absoluut gelijk geweest. En die laatste traject het die wenner bepaal. This is Spotty's and my 3rd win in the Stanek Mountain Rally. And we're very happy about it. It wasn't easy today. This is the first rally we've done this year, and I think we were both a little bit rusty. We made a slow start last night, and to compound our problems, we had a puncture right at the beginning of an 18-kilometer stage, which cost us well over a minute. And we struggled to get that back today, and we managed to get nearly 2 minutes back, and we won by nearly 30 seconds, which is not a lot, but it's enough. And we will be rallying for the rest of the year in the new Volkswagen Class B turbocharged four-wheel drive Passat. This old car here that served us, myself and Spotty, so well for the last 3 years. I don't know what we'll do with the old girl. We'll probably pension her off or something, but she's done very well. Sorrel used her twice, 2 or 3 times this year. Unfortunately, he was unlucky to have some